Jonah, kom naar voren. Boys, op met... Wat zei dat? En wel boys, we zijn vandaag in Enschede bij Wethouder Bonhoeffer in Enschede, jongens. Dit is aflevering 4, seizoen 2. Enschede, laat je horen, man! Vergeet niet te abonneren, liken en zet even een comment onder en deel deze video. Dit is echt niet normaal, Enschede is echt weer ruïne. Ik ben tweede keer hier, omdat ik het echt leuk vind in Enschede. Dus, nog een keer jongens. Jelle! Ja toch. Met wie zijn we vandaag? Alim. Wat? Alim. Alim en? Céline. Céline. Oké, hoe oud ben je? Ik ben 12. En jij? Wat is? Hoe oud ben je? 12. 12, dat betekent? Nee! Vind je haar knap? Nee. Niet liggen, broer. Nee. Ik vind haar wel een beetje spang. Nee. Maar hij vindt jou niet knap. Wat vind je van hem? Boeit mij niet. Boeit je niet? Hij is lelijk. Wat is hij? Hij is lelijk. Maar ik zou niet pikken. Ze zeggen ook lelijk dik. Zet je tanden eerst recht. Oh! Boys, weer Aaron Bassett aanwezig. Vorige video ook. Hij is er altijd, jongens. Mijn topdonateur, Aaron Bassett uit Enschede. Oké, met wie zijn we vandaag? Jaren. Jaren en? Recep. Recep? Ja. Recep? Ja. Recep? Ja. Is dit jouw stijl? Huh? Is dit jouw stijl? Ja. Ja? Oké. Hoe oud ben je? Ik ben 12. En jij? 14. Zit je op school? Ik weet niet, ja. Ik zit op Bonhoeffer. Maar kijk jou dat, jij lijkt op alien. Oh. Ik versta je nu, man. Jij lijkt op alien. Je lijkt... Wat? Oh, Shiskalet. Shiskalet? Hm? Ik weet niet, man, bro. Ze zei iets, man. Ik heb meegemaakt op de school. Ik, gekste. Ja. Ik heb mensen horen in de wc. Wat vind je van deze drukte? Chaos. Wat? Harris. Altijd? Altijd Harris. Je weet zelf. Altijd Harris. Oké, welke docent mag je het meest? Denk mevrouw Davina. Ja? Ja. Jij? Als ik eerlijk moet zijn, mevrouw Bahar. Maar wacht, hij is bewijs. Hij zegt ja, bro. Kom, bro, kom. Bro. Yo. Ik hoor dat er IPA wordt gegeven op deze korrel. Ja, man. Is dat echt zo? Lijpo, ja, man. Echt, bro? Lijp, Yusu. Jongens, geef ook IPA, man. Hey, mama, ik wil mijn boertje. Wat? Nu komt de vraag. Welke docent had je het meest? Allemaal. Wie? Ik weet niet. Jij weet niet? Nee. Weet je welke docent had je het meest? Ik heb er twee. Okay. Mevrouw Jurassic en meneer Wagelaar. Oké? Meneer Wagelaar en mevrouw Jurassic. Niemand mag hun. Waarom? Niemand mag hun. Zeg. Het is gewoon Bas. Ik heb gewoon niks over te vertellen. Het is gewoon Bas. Waarom Bas? Niemand mag hun. Het is Bas leraar, man. Bas. Ja? Ja, het is gewoon Bas. Waarom? Ik weet niet, man. Het is gewoon Bas. Alle leraren zijn Bas. Wat? Dit gaat los, hè, broer. Wat is jouw broertje, broer? Is dat jouw broertje? Ja, man. Kom, Neffa, kom. Jouw broer zegt dat er jongens ook IPA geven op school. Ik weet niet, maar ik zit niet hier op school, man. Hij is... het gaat gek, man. Hier. Ja, dus jongens geven IPA? Boeles, man, boeles. Boeles. Jongens! Welke is dat? Welke is dat, broeders? Regenboog, wie is dat? Wow, man, boys. Dat is toch niet normaal, man? Oké, hoe oud ben je? 15. En jij? 12. Is je op school? Ja. En jij? Bonhoeffer. Bonhoeffer? Ja. Wat vind je van dit school? Ja, gewoon normaal, saai. Welke docent had je het meest? Limbeek. Wie? Limbeek. Beste docent, mevrouw Lohuis. Zij is gauw, bro. Stap van die motor af, los twee goed en we gaan weer gas. Ik kom nu kleding die mij niet past. Ik zit je in of ik pak je pas. Je komt allemaal af en je voelt je kast. We zullen zien wie als laatste lacht. Ik heb mijn glad dus ik blijf stil. Let me op, boek mannen kill. En schot de bekken nu ben je stil. En ze zijn jongen nu is het lil. Like, mannen komen shit halen. Maar ze moeten net eerst betalen. Anders laat ik mannen vallen. Ik kan je dochter ballen. Ik ben geen driller, geen zanger. Maar ik kan je knallen, knaller. Hey! Welke school zit jij dan in? Ik zit Zuid, man, daar. Ja, wat vind je van deze school dan? Het is wel harde school op ze. Waarom? Ik weet niet, het is gewoon harde school, bro. Het is gewoon harde school. Ja. Maar doe je HAVO of zo? Ik doe HAVO, man, ja. Via HAVO. Hij is slim, ik doe kader, man, ja.
Hoe kan dat, broer? Jij bent je broer, hè? Je broertje, hij is slimmer. Ja, ik weet het ook. Wie is de lastigste thuis? Jij of hij, eerlijk? Bro, hij is een hapel. Hij is echt lastig. Ik zag je heel eerlijk. Hij is hinderlijk. Ja, hij is hinderlijk. Waarom? Kijk, ik weet de mannen is. Broertje, ga rustig maken, Marty. Waarom niet? Boy, hij wil altijd lenen en zo, man. Wil je lenen? Nee, maar kijk, hij doet altijd stoer tegen mij en dan thuis gaat hij weer. Ah, mama, ik hou van dit. Hij is geheilig, man. Oké, met wie zijn we? Melissa. Oké, mensen die haar nog niet kennen. Deze met haar video heb ik opgenomen, is bijna 200.000 keer bekeken. En mensen kennen jouw mensen of niet op straat als ze jou zien? Nee, ja, er wordt gewoon met geld gegooid. Nee, maar ja, soms. Ja? Ja, soms. Maar dat is nooit niet geworden hoor. Ben je bekend geworden of niet? Bekend is een groot. Wat? Ik wil mijn zusje. Wie heeft contact met mijn zusje? Ik heb gehoord, ik wil niet stoken, maar ik hoor net iemand zusje en iemand moeder wordt uitgescholden. Maar ik zou dat persoonlijk niet pikken, maar dat ben ik. Met mijn zusje? Ja, man. Wie schuilt mijn zusje uit? Kijk, zie je die jongen daar? Oh. Wie is sterkste tussen jullie? Hij. Hey. Ja? Hey. Je bent zijn broer, hè? Ja, broer, hij mag jou niet slaan, hij is een broertje. Ik sloof, hij weet zelf ook. Hoezo, die kickbox of zo? Nee, man, maar hij weet gewoon van. Judo! Doe judo! Ja, hij weet wel gewoon, ik ben sterk, laten we het daarop houden. Hij hoeft nu niet stoer te gaan. Eerlijk! Je broertje vuurt jou gewoon na zoveel mensen, broer. Wat wil je daarop zeggen? Thuis? Thuis, man. Thuis, wat ga je thuis doen? Kijk, interview, snap ik. Laat hem nu zijn sounds hebben, maar... Als die interview online is, ga je hem slopen. Ja, ja. Je hoort het. Ja. Hij zegt beugel eruit. Ja, hij gaat... Hij zegt beugel eruit. Hij gaat niks doen, hij gaat niks. Niks doen? Ja, hij gaat niks. Wat is de gekste wat jullie mee hebben gemaakt op de school? Zoveel dingen, man, broer. Wat is de gekste? Dat je zegt... Er zijn mensen met scooter naar binnen gereden, man. Gewoon echt? Naar binnen, gewoon in de aula, maar ja, man. En wat zei de docenten dan? Niks? Ik weet echt niet. Dat zijn wel leuke dingen, man, broer. Ja? Ja, man. Broer, hij zei net dat op deze school jongens IPA geven in wc. Jongens IPA geven of meisjes geven jongens IPA? Meisjes en jongens. Meisjes en jongens. Bro. Meisjes en jongens. Jongens naar binnen. Raar, man, broer. Melitja, oké, een vraagje. Je had die jongen die Insta geven. Wat is er toen gebeurd? Niks. Niet niks van aangekomen? Nee, helemaal waarom? Niks. Ja, ik ben erachter gekomen dat het toch niet alleen om innerlijk gaat. Waarom niet? Nou ja, ja, ik ga niks zeggen, maar dat was hem gewoon niet. Ja? Oké. Okay. Misschien voor andere jongens. Geef je Insta. Oké, okay, wat voor jongens? Melissa. Juist. Oké, wat voor jongens wil je? Zeg even in de camera. Nee, dat maakt me niet uit. Als ze me aardig zijn. Wat ben jij? Anu, yo. Wie is de gekste snitch op de Scorro? We hebben hier geen snitches, man. Hij is er wel. Kievers ik. Ja, het is gewoon geld op jou. Mag ik zeggen, wie dat doet je op moeders Venschede? Bro, iemand gooit geld op jou, man. Oh. Ik, hè? Hoe oud denk je dat ik ben? Jij denkt 11, 12. 13. 14? 18. 14 dus. Ja, ik ben nu 40. Dus 40. Huh? Dus 40. Jij? Sta. Hij wil niet. Hij zegt, hij is allemaal snitches, zeg maar. Ik zei dat niet. Jij zit toch allemaal snitches op? Ik zei ze k***tjes op deze school. K***tjes? Ja, man. Oké, okay, wie is de gekste I know. Wat is jouw TikTok? Maria, mijn TikTok, zelfde. Dat is hetzelfde. Oké, okay, voor de leuke jongens die haar leuk... Ik heb ook gezien bij de comments dat iedereen jou ding vroeg. Insta volgens mij, of Snap. Iemand zei, ik wil Snap van haar. Iedereen vond jou knap in de comment. Dus voor de jongens, geef je Snap op. Ik heb echt promotie, je moet mij betalen eigenlijk voor promotie, man. Wola, ik heb veel promotie gegeven naar haar, man. Wat is jouw Insta? Die ga ik bliepen. Gewoon die standaard. Die iedereen kent, bro. Kijk eens over. Hij is een shock. Boys, mensen worden geëxposed hier! Oeh, je hebt hele school opgenomen, bro! Bro, ik kan veel mensen doen, maar ik doe dat niet. Bang. Bro, hij pakt hem op, hij zegt doe, niet. Je hebt al 3 genoemd, bro. Bro, 50% van Enschede dames, broer, is al helemaal kapot. De meeste chicks hier zijn 12-jarig leeftijd. Bro, Allah, wa haqullah. 10. Meisjes van 14, kutverland, broer. 10, bro. Meisjes van 14, kutverland. Nog niet. Ja, iedereen in de voilà. 10! Iedereen in de broer, waar hebben we het over, man? Maar is je alle vrienden altijd, hè? Ja? Is dat je vriendin? Ja. Safira. Oh, die was ook de vorige school, broer. Ja. Broer, nu weet je. Kijk, Safira, jij was?
Malaysia. Oh, deze video's gaan, hè. 200.000 views, jongens. Dik ass van haar, je weet zelf. Je zou maar iemand hoofd geven waar je broertje naast zit. Je zou maar iemand hoofd geven terwijl je broertje naast iemand zit. Boys, op mij. Wat zei dat? Wat zei dat? Wat? Boys, op mijn moeder. Ik heb net een foto gezien. Was jij de jongen die haar ging drukken? Bro, wat maak ik mee op deze school, man? Luister, die chick was 12. 12. Kijk, ik was zo'n mattie van mij, toch? Wij noemen hem LT, Lange Turk, je weet toch? Hij heeft ruzie met zusje van Militia, ja? Zusje belt Militia op, Militia komt eraan. Hij typt in groepsapp van de wijk. Hey, beef, veel man hier, gaat fout, broer, dit, dat. Bro, ik kom daar naartoe. Bro, Militia staat daar, bro. Ik sta daar met 10 man, broer. Oh, mijn broer is heet, broer. En zo? We hebben hem geslagen. Nou. Mijn mattie, mijn mattie geslagen? Ja, bro, hij laat 10 man komen voor meisje. Oh, dus jouw mattie was bang? Hij was bang, broer. Voor, hoe heet hij? LT, hij weet wat zo. Wat wil je tegen hem zeggen? Holla, speel geen heet op als je niet bent, man. Holla. Bro, ik weet niet, man. Dat is een haaie kan niet, man. Ga je ook iemand exposen? Ja, man. Bro, ik kan dit niet op camera tonen. YouTube wordt verwijderd, bro. Ik kan dit niet op camera. Man. Een gevecht geweest op school, man. Ja? Ja, man. Wel goede. We moeten van. Bro, iedereen expose ook. Kijk, laat mij ook foto's zien van mensen die naakt is. Niemand, hè? Boys, dit was Schooltour aflevering 4 in Enschede, jongens. Vergeet niet te abonneren, like en delen en zet even de comment. Laat je horen, man! Hey!